Phil Boot. Ah, gaat hij alleen. Knap gedaan. Ja. Mooi duel daar. 2 meter 13 tegen 2 meter 11. Oh, slim gespeeld. Ja. Up and under. En gevloerd. Ja. Slechte pas. Ja. Mooie beweging van Randolph. Randolph die eerst de steal doet en dan OKP op rood. Ja, bijna een balverlies. Simon Buyssen. Mooie paas, Buyssen afgelegd. Als iedereen in zijn nek ging te hij. Ja, zesde punt voor Dorian Marchand. En een verre. Hopla! De voorsprong is maar 1 puntje. Ja, dat is balen als je oust zit. Einde van die eerste helft. Maar ik denk dat Aalst met heel veel vertrouwen en opgeheven hoofd de kleedkamer in mag. Wat na de voorbije week. Ja, en nu toch een hogere defense van Maras. Gilles, deze keer wel raak. De voeten liep. Ja. Pech voor hem dat hij net voor Roland Beck kwam. Kloon, bom. Levi Randolph speelt de ruimte voor zichzelf helemaal bij elkaar. Knap gedaan. Daar komt het. En de score en de fout. Intensiteit van Oostende is er eigenlijk niet zo heel erg uitgekomen. Nog niet. Buisgaard. Schitterende pas hier van Keith van der Voort. Schitterende heel pas. Dunnen bij de afwerking. Ja. Met de score komen ze hier op 6 of 7 punten. Ja, en dat moet je Jan Tunnen niet geven. Jan Tunnen die. Ja, Buyssen te laat in de help. En dan is er Senne Geukens aan de haal. Kloon, jawel, de bal. Ja, time-out. 84-82. Ja. Ja, en Dario probeert verhaal te halen over een aanvallende fout tegen Kay van der Vurst. En kan Aalst hier een stop forceren? Kay van der Vurst. Nog eens een moeilijk shot, maar die sukkelt erin. Ja. Kay van der Vurst. Pressing daar en dan Phil Boot natuurlijk. Die wacht gewoon tot zijn fout op hem maken. Of tot hij de bal weggooit. Senne Geukens, einde verhaal. 88-84.